Heerenveen vocht het als een leeuw in de beginfase. De pas van Mika Nurmela op Anthony Leurling. Maar oh oh wat spietig, hij stiert boeten spul. Ja, helaas wel. Het was iets van nog geen eens een meter, nog geen eens een halve meter denk ik. En die grensrechter die ziet het fantastisch. Maar ja, heb je een grensrechter die net niet goed staat, dan sta je 1-0 voor. En dat geluk ontberen vanavond denk ik. Want je hebt toch de eerste half uur heel veel kracht gegeven. En dan moet je het geluk hebben dat je op 1-0 komt. En dat gebeurde helaas niet. Anthony Leurling kan waarom zijn op een heel sterk eerste jaloeren, maar hier gaat hij de mist in. En dat wordt voordaligs afstraft. Topspeler Mendieta bereikt González en de allereerste kans is voor te rekken. Ja, 1-2 door midden met Mendieta, geloof ik. En die speelt hem op links. Was dat, die linkshalf stond helemaal vrij. Venema probeert hem te blokken en daardoor ketst hij weer net omhoog. En ja, ik kom net een vinger denk ik te kort en anders heb ik hem. Want door rekken ze hem nog om, dacht ik. Ja, ik raak hem nog aan, ja. Maar dat was meer een reactie omdat die bal omhoog stoot. En dat ik echt werkelijk bewust voor die bal ging, want ik lag eigenlijk al om. Opvallend is de naam van deze man, Arjan Emmingen. Hij debuteerde in de Champions League, maar een ijzersterk optreden. Nou goed, ja, normaal hebben ze dat met teamen natuurlijk ook. En ik ben ook zo'n speler. En daar moet ik het ook vooral van hebben, want daar heeft Heerenveen me natuurlijk ook voor opgehaald. Omdat ik toch fysiek sterk ben. Duels ga ik niet uit de weg. Ja, dat is mijn sterke punt, dus dat moet ik dan ook gebruiken. Volgende week uit in Griekenland voor de heksenketel. Ja, dat schijnt een heksenketel te zijn. Maar ja, goed, ik bedoel, daar moet je ook niet voor weglopen. En je weet dat je in zulke stadions kan komen. Ik denk dat het alleen maar mooi is.